Ze heeft er niet bij gezegd dat het haar eerste WordCamp is, eerste keer vrijwilliger en eerste keer MC. Dus dat vond ik best goed gaan. Ze maakte zich nog zorgen, maar het was dus totaal onterecht. Goedemorgen. Online verkopen met WordPress zonder WooCommerce. Waarom kan ik hier een klein beetje over vertellen? Nou, ik ben programmeur en ontwikkelaar en eigenlijk werk ik al 10 jaar met online payments. En dat is dan begonnen met Ideal, maar ondertussen heb ik zo'n beetje elk online payment systeem wel een keer gezien en of geïmplementeerd. En de kans is vrij groot, niks om 80%, dat je ooit hebt afgerekend op een website of webwinkel waar code van mij in zit. Zwembaden die kaartjes verkopen, bakkers die broodjes verkopen, schoenenwinkels, van alles nog wat. Duizenden, ook Nederlandse webwinkels, gebruiken mijn betaalintegraties. En als ik dat dus doe de afgelopen 10 jaar, dan zie ik hele leuke dingen voorbij komen. Hele traditionele webwinkels met inderdaad gewoon schoenen of kleren. Maar ook creatieve mensen. Bijvoorbeeld een van de eerste bakkers die dus zijn broodjes online ging verkopen met een formulier. Dat gebeurde 10 jaar geleden niet zo heel veel. En daar was dus ook helemaal niets voor. Dus hij zat echt te denken, hoe ga ik dat nou doen zonder dat ik duizenden euro's kwijt ben aan een programmeur die alles programmeert. Is er iets wat dat kan doen? En dan zie je, over de jaren zie je trends en over de jaren zie je hoe mensen proberen om betalingen, wat ze offline gewend zijn, om dat steeds meer online te gaan doen. Hoe niet alleen maar mensen denken, ik wil de volgende bol.com, maar hoe een traditionele winkel die al een storefront heeft, dus een winkel heeft, in een stad bijvoorbeeld, in een centrum ergens, hoe die denkt van, ik wil ook iets gaan doen met dat online. En dat het soms heel goed gaat en soms ook niet. En terwijl ik dat allemaal heb zien gebeuren de afgelopen 10 jaar, is het me opgevallen dat mensen heel erg vaak kiezen voor een traditionele webwinkel. Terwijl dat niet echt hoeft. En daar wil ik een klein beetje aandacht aan gaan besteden vandaag. Dus ik ontwikkel op het moment de Molly Payments for WooCommerce plugin. Die wordt op zo'n 30.000 sites gebruikt. Paytm is een andere plugin van mij en PostSnippets. En vanuit daar, vanuit die hoek, ga ik jullie dit dus vertellen. Dan zou je kunnen denken, wacht eens even, wat heb jij dan tegen WooCommerce? Als je eigenlijk zegt van, kappen, doe eens even geen WooCommerce. Nou, ik heb dus niks tegen WooCommerce. Ik heb 2 keer ook op de WooCommerce Conference gesproken in San Francisco en in Austin. We zijn hele leuke vriendjes. Ik vind het een heel leuk pakket. Alleen het is niet het pakket voor altijd. Dus dat voorop, het is een cool pakket. Het is mijn lievelingswebwinkelsysteem op dit moment. Dat verandert om de zoveel jaar. Dus ik heb niet per se iets tegen WooCommerce. Het is alleen niet altijd het geschikte pakket voor iedere situatie. En daar wil ik een beetje vanaf. Dat iedereen denkt van nou, ik installeer sowieso even WooCommerce. Nou, ik wil eigenlijk misschien alleen een productcatalogus op mijn website. Dan installeer ik WooCommerce en haal ik de koopknop weg. Ik wil eigenlijk 3 producten verkopen. Dan installeer ik WooCommerce en dan ga ik 3 producten verkopen. Dat idee dat wil ik een beetje gaan veranderen. Dat er de ogen open gaan van, het hoeft niet op die manier. Want WordPress op zichzelf is eigenlijk een platform. Het is een platform waar jij zelf met plugins iets moois creëert. Je gaat zelf smeden. En het is alsof je, als je altijd WooCommerce inzet voor iedere e-commerce vraag, of je dan zegt, ik ga een huis bouwen, ik ga een bungalow bouwen, ik ga een toren bouwen, en ik maak altijd datzelfde fundament. En als die toren nou 10 bij 10 meter is, dan maak ik weer dat fundament van die villa van vorig jaar, van 200 bij 200 meter. En als ik een kleine bungalow ga bouwen, dan maak ik weer dat fundament, weer dat beton van 200 bij 200 meter. Nee, dat doe je natuurlijk niet. Je gaat per situatie kijken, ik heb nu een betonnen fundament nodig van 10 bij 10 meter, 20 bij 20 meter, 200 bij 200. En dat moet je bij WordPress dus ook doen. Dat je iedere keer weer gaat denken, wat ga ik gebruiken, en niet steeds teruggrijpt naar dezelfde tools. En ik snap waarom mensen dat doen, want dat is natuurlijk efficiënt als je niet iedere keer weer hoeft te gaan zoeken. Dus ik ga ook tips geven straks die proberen ervoor te zorgen dat je dus niet iedere keer enorm veel tijd kwijt bent aan het opnieuw zoeken van oplossingen. Waarom zou je niet iedere keer WooCommerce gebruiken, zou dan de vraag kunnen zijn. Nou, als jij 2 doosjes wil verhuizen van jouw zolder naar de zolder van je ouders of je broertjes of zusjes, je hebt heel wat Lego gevonden en dat moet nu naar hun toe, dan doe je dat ook met de auto die daarvoor past. Je gaat niet zo'n wagen huren om 2 kartonnen dozen te gaan vervoeren. Je doet dat liever met een auto die er beter bij past. En dat heeft voordelen. Ten eerste rijdt het veel lekkerder op de snelweg als je in een kever zit dan in zo'n truck. En nou is een kever, deze kever al helemaal, hij is oud, hij is niet zo comfortabel als een nieuwe auto. Maar het is nog steeds comfortabeler dan die grote wagen die ik je net liet zien. Het is ook
economischer. Je betaalt minder benzine. Als er wat stuk gaat aan die kever, kan je dat met zo'n beetje alles maken. Zelfs met kauwgom in sommige gevallen. Bij die andere truck heb je echt een gespecialiseerde monteur nodig. Dus zie je het verschil alweer. Je hebt een serieuze professionele truck. Want ik ben alleen maar positief over WooCommerce. Maar die heb je niet nodig voor die twee doosjes. En als het kan met een kever of met een andere oplossing, dan kan dat veel efficiënter zijn. Ik wil ook een applaus vragen voor auto's, want sinds ze uitgevonden zijn, zijn ze echt de allerbeste materiaal voor het maken van metaforen. Ik denk ook wel eens, de reden dat auto's ontdekt zijn, zijn omdat we iets nodig hadden voor metaforen. Het is ook fijn dat we erin kunnen rijden en dat het vervoer veranderd heeft in de geschiedenis van de mensheid. Maar de reden waarom ze auto's ontdekt hebben, is omdat we iets nodig hadden als metaforen. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat ik bij deze slide wilde gaan vertellen. Er is een doos die naar je gegooid gaat worden, maar... Ja, dat zou kunnen. Zoiets? Is het te verstaan, te horen? Ja? Oké. Dit is 10 eurocent. Ik weet niet vanuit welk land, want het staat op de achterkant. Ik wil natuurlijk wel dat je, als je ervoor kiest om mijn advies op te volgen en niet altijd WooCommerce te gebruiken, dat je succesvol bent. Ik wil dat ieder project wat jij voor jezelf of voor klanten gaat uitvoeren, dat het succesvol is en dat het slaagt. Dus de verschillende dingen die ik ga uitleggen en de tips die ik ga geven, die hebben allemaal dat ten doel om jou te helpen, dat je niet alleen maar zegt, oké, ik ga wat anders proberen en dan na 2 maanden besluit, oh, dit was echt een mislukt project, dit is zo vervelend, had ik het nou maar gewoon met WooCommerce gedaan. Als het niet efficiënter wordt, dan heeft het geen zin. Ik vertel dit niet voor de grap omdat ik denk, oh, wat leuk om ze aan het werk te zetten. Ik vertel dit omdat ik wil dat je succesvoller bent. En als je niet succesvoller gaat zijn door iets anders dan WooCommerce te gebruiken, in de gevallen waarvoor dat handig zou kunnen zijn, dan zitten we hier voor niets. Dus dat, ik hou jouw succes al in gedachten, want anders zou ik helemaal geen zin hebben om deze presentatie te geven. Je zou kunnen zeggen dan, oké, maar ik ken alleen maar WooCommerce en er zijn tienduizenden WordPress plugins. Ik heb geen zin, dat is weer dat tijdselement, hè, heel belangrijk, tijd. Het vergaat en je krijgt het nooit meer terug. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd om dan andere dingen te gaan uitzoeken. Daarom ga ik ook concreet een aantal plugins adviseren waarvan ik heb gezien dat als mensen geen traditionele webwinkel bouwen, dan bouwen ze meestal iets wat met die plugins ook gedaan zou kunnen worden. Dus ik hoop dat in de meeste gevallen die jij tegen gaat komen, je merkt dat deze plugins daarvoor gebruikt zouden kunnen worden. Ik kan me goed voorstellen dat je je voelt als gewoon een blinde mol. Omdat je denkt, ja, ik ken helemaal geen andere plugins. Dus ik ga het echt heel erg stap voor stap gewoon laten zien en uitleggen. Dit zou je in dit geval kunnen gebruiken en dat in dat geval. Zodat het iets minder wordt zoeken tussen al die tienduizenden plugins. En dat je iets gerichter gewoon direct aan de slag kan gaan met iets wat past bij jouw situatie. Want die snelheid moet uiteindelijk hoog blijven. Dat is gewoon waar het voor mij om draait. Als jullie langzamer worden naar deze presentatie, omdat je iets nieuws moet leren en je dat daarna nooit meer gaat doen, ja, dan heeft het allemaal geen zin. Dus jouw snelheid moet, nadat je eventjes gas geeft om na te gaan denken, werkt dit voor mij? Kan dit wel? Daarna moet die snelheid weer omhoog. En bij voorkeur niet alleen maar status quo net zo hoog als toen ik alleen maar WooCommerce gebruikte. Nee, nog hoger. Je moet winst behalen uit het feit dat je nu andere plugins gebruikt in sommige situaties. En dan gebeurt het vaak dat mensen die plugins gebruiken, denken dat zij in de slechtste positie staan. Zo van, ja, als die plugin maar kan doen wat ik wil. Maar we gaan dat omdraaien. We gaan het Engelse gezegde, of ze zeggen het, ik weet niet of het een gezegde is, playing hard to get. Jullie gaan playing hard to get spelen. Dus je gaat niet zeggen, oh, alsjeblieft, ik hoop dat deze plugin kan doen wat ik wil. Nee, wij gaan van tevoren voorwaarden opstellen. Wat zijn de dingen die wij nodig hebben in een plugin? Anders gaat het feest niet door. En dat is, zoals in het Engels zeggen, your loss, not mine. Als die plugin niet aan mijn voorwaarden voldoet, is het jammer voor hem. Ik ga verder met mijn leven. Ik heb een aantal voorwaarden. Dit zijn minimale voorwaarden. Als je in Nederland woont en in Nederland werkt of Nederlandse cliënten hebt, dan ontkomen we er niet aan dat je
dat je deze basisvoorwaarden, dat die plugins daar gewoon aan moeten voldoen. De realiteit is namelijk dat wij in Nederland afwijkend zijn ten opzichte van hoe e-commerce in Amerika werkt. Of hoe e-commerce in Engeland werkt. En natuurlijk bij Europese landen zijn de verschillen minder groot. Maar over het algemeen zou een plugin-ontwikkelaar, die niet in Nederland woont, die zou de plugin bouwen naar zijn referentiekader. En dat is the Almighty American Eagle. Als het een Amerikaan is, dan denkt hij credit cards. Dan denkt hij PayPal. Dan denkt hij Zoho Invoices als hij facturatie wil integreren. Hij denkt niet Ideal, hij denkt niet Rabobank, hij denkt niet Moneybird, hij denkt niet Exact Online. Misschien Exact Online, want die zijn natuurlijk vrij sterk aan het groeien internationaal. Maar over het algemeen zal een plugin-ontwikkelaar in Duitsland, in Amerika, die zal niet denken aan onze voorwaarden, die doet het gewoon vanuit zijn perspectief. En soms dat ze wel al een beetje hebben begrepen van, hey, Nederland, daar zitten veel WordPressers, die hebben over het algemeen een iets hoger inkomen dan de rest van de wereld, dus die willen ook geld uitgeven aan plugins. Misschien dat het lichtje is gaan branden van, die Nederlanders zijn toch wel een hele leuke groep, een hele aantrekkelijke groep, om ervoor te zorgen dat mijn plugin ook voor hun goed werkt. Maar over het algemeen zijn ze vooral bezig met hun referentiekader. Dat vertaalt zich in voorwaarden voor ons. Dat wij moeten zeggen, hartstikke leuk dat jij het in Amerika zo doet. Dat jij in Amerika geen rekening houdt met de Europese VAT of BTW-wetgeving. Maar ik heb dat wel nodig. En betalingen is daar één van. Betalingen is één van die voorwaarden. 54% van de Nederlanders wil met Ideal afrekenen. Dat heeft hun voorkeur. 60% van de mensen die beginnen aan een webwinkel en een winkelwagen, aan hun product in de winkelwagen toevoegen, maken de betaling niet af. Omdat ze niet de betaalmethodes hebben die ze willen, niet de verzendmethodes hebben die ze willen. En als je die twee statistieken combineert, dus dat Nederlanders een supersterke voorkeur hebben voor Ideal, en dat over de hele wereld 60% of meer van de afrekenprocessen niet wordt afgerond, om wat voor reden dan ook, dan realiseer je dat de eerste voorwaarde is betalingen. Als wij niet ons lievelingetje hebben, dan willen we niet afrekenen. Dan is je webwinkel, ik wil niet zeggen gedoemd te mislukken, maar het is in ieder geval altijd slecht weer. Het is een minimale voorwaarde. Als de betaalmethodes die jij als Nederlander gewend bent, en die jouw klanten of klanten van de webwinkel gewend zijn, niet aanwezig zijn, dan verlies je daar conversie op. Dus dat betekent dat minder mensen converteren van bezoekers naar klanten. Dus Ideal is een vereiste. Er moet op een of andere manier moet je ons Nederlandse Ideal in dat systeem, in die plugin kunnen inbouwen. WooCommerce is zo'n groot pakket, die heeft dat standaard. Die heeft 10 of 20 plugins waarmee je Ideal en andere betaalmethodes kan toevoegen. Maar die andere plugins hebben dat niet. Dat is meteen een belemmering voor jou om een andere plugin te gebruiken. En ook een voorwaarde dat je moet controleren, is dat er überhaupt. Dit is vrij gemakkelijk te controleren, overigens. Als jij een plugin, ik adviseer er straks een aantal waarvan ik weet dat het goed zit, maar als jij een andere plugin vindt en jij wil weten of jij dat kan koppelen aan een Nederlandse betaalmethode, zoals Ideal, of een Nederlandse payment provider, dat is een bedrijf die betaalmethodes aanbiedt, dan google je op plugin naam plus payment provider of plugin naam plus betaalmethode. Dus bijvoorbeeld plugin naam Easy Digital Downloads, Ideal. En dan vind je vanzelf WordPress.org pagina's waar dat wordt aangeboden of plugins op andere websites. Dit is de simpelste manier om dat te ontdekken, maar het is dus wel iets wat je vrij vroeg in het stadium doet. Je gaat niet die hele plugin installeren, 20 producten aanmaken, van alles en nog wat regelen en dan, oh ja, ik moet nog Ideal. Oh nee, het bestaat niet. Er is geen Ideal. Ja, dat is een beetje zonde van de tijd. Dus voorwaarde nummer 1, controleer eerst of die plugin onze betaalmethodes ondersteunt. Omdat de EU steeds meer geïntegreerd wordt of bepaalde politieke partijen dat nou willen of niet, wordt het dus ook voor ons belangrijk om niet alleen Ideal te ondersteunen, maar ook betaalmethodes uit Duitsland, België, Engeland is dan even de vraag hoe gezellig dat blijft, Frankrijk en zo verder. Dus je wil het liefst niet alleen zoeken op plugin plus betaalmethode, plugin plus Ideal, maar bijvoorbeeld ook plugin plus een bepaalde payment provider. Weet iedereen wat een payment provider is? Als je dat niet weet, hoe ga ik jullie niet te kijk zetten? Als je weet wat een payment provider is, steek je hand in de lucht.
Oké, payment provider, heel simpel, is een bedrijf, zoals een bank, maar het liefst niet bij een bank, want die zijn heel langzaam, log en duur. Is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het leveren van betaaldiensten voor webwinkels. En in plaats dat je dan een contract hebt voor alleen maar Ideal, heb je een contract bij bijvoorbeeld Adyen. En Adyen zorgt er dan voor dat jij Ideal, Credit Card en andere betaalmethodes kan integreren. Dus het liefst wil je eigenlijk een favoriete payment provider uitzoeken waarvan je denkt, deze vind ik leuk, ze zijn vriendelijk, ondersteuning is goed. En als jij die hebt, dan kan je altijd zoeken naar plugin, naam plus Adyen. En dan weet je, oké, er is een Adyen plugin, dat is mijn lievelings payment provider. Dus ik kan betalingen koppelen aan die plugin via mijn lievelings payment provider. Ik adviseer er twee. Deze heel kort. Ze zijn marktleider. Ik heb ook een goede relatie met hun, goede verstandhouding. En het is altijd al mijn lievelings payment provider geweest sinds, op een bepaald moment was dat, 2009 of zo. Bekijk de website molly.com en je koppelt dan Ideal en andere betaalmethodes, kan je dan koppelen aan heel veel plugins. Binnen de WordPress wereld is mij opgevallen dat in de Nederlandse WordPress wereld Molly het meeste voorkomt. Omdat ze een hele goede documentatie hebben of zoiets. Ik weet niet precies waarom. Omdat het plug-and-play werkt. Ik weet het niet zeker. Maar het is me opgevallen dat er heel veel Molly-plugins zijn voor WordPress-plugins. Molly-integraties voor WordPress-plugins. En dat is een andere pakketten waar ik ook mee werk, is dat minder zo. Dan is het meer verdeeld tussen banken en andere payment providers. Maar Molly is een Nederlandse club. Dus niet alle internationale plugins die hebben daar een koppeling voor. Dan is er heel goed nieuws, want Stripe, een Amerikaanse provider, die ondersteunt steeds beter internationale betaalmethodes, waar Amerikanen in eerste instantie hun hand niet voor omdraaien. Stripe die ondersteunt nu ook Ideal. En omdat het een Amerikaanse club is, zit Stripe standaard in heel veel pakketten. Dus als je dat nog niet wist, als een WordPress plugin Stripe ondersteunt, en het is een redelijk recente integratie, dat kan je gewoon navragen bij die ontwikkelaar, dan ben je eigenlijk al een business, als ze Stripe ondersteunen. En dat is in heel veel gevallen is dat zo. Dus Stripe is niet meer iets wat je links hoeft te laten liggen. Die kan je nu overwegen als Nederlander, omdat ze A, Nederlanders accepteren als klanten, en B, ook Ideal en andere Europese betaalmethodes zijn gaan ondersteunen. Het zorgt er eigenlijk voor dat je veel meer WordPress-plugins zou kunnen gaan inzetten. Een andere voorwaarde, en deze is lastiger van tevoren te controleren, is dat een plugin een stabiele ontwikkeling heeft. Je weet dus standaard dat WooCommerce een goede ontwikkeling heeft. Het wordt stevig doorontwikkeld, er zijn om de zoveel tijd updates. Ik hoop dat je backups maakt voordat je die updates installeert. Maar je wil eigenlijk ook dat die plugins die je gaat gebruiken, dat die ook een stabiele ontwikkeling hebben. Dat kan je zien. Je kan zien wanneer ze op WordPress.org, kan je zien wanneer ze voor het laatst een update hebben gehad. Je kunt de reviews bekijken. Kijk niet alleen naar de reviews, kijk ook naar de supportvragen op WordPress.org, als die plugin daar staat. Want in de supportvragen kan je bijvoorbeeld zien dat in de afgelopen 20 supportvragen mensen allemaal PHP-foutmeldingen toevoegen. Nou, als de laatste 10 tot 20 supportvragen alleen maar PHP-foutmeldingen hebben, zo van ik krijg een foutmelding, wat moet ik doen? Dan is het waarschijnlijk geen stabiel ontwikkelde plugin, want dat is een klein beetje veel als het alleen maar gaat over PHP-foutmeldingen. Als je zelf programmeur bent, dan kan je ook de code van de plugin natuurlijk bekijken. Dat kan je doen als je daar zin in hebt, als je daar tijd voor hebt. En dan zie je ook al vrij snel van, oké, dit is vrij nette code. Als je geen programmeur bent, dan zou je dat moeten doen met de reviews op WordPress.org en supportvragen en dat soort zaken. En daar kan je vaak ook al uithalen van, mensen klagen vaak omdat ze iets, een feature, een functie erbij willen. Ze krijgen niet 90% van de tijd omdat het niet werkt. Omdat een knopje niet werkt en dat knopje werkt al 6 maanden niet. Dat kun je met 15 minuten op de supportforums, kan je dat soort dingen er al uitfilteren. Dat je ze gewoon een paar van die vragen openklikt en dat je dan leest van, wow, dit is de vijfde die zegt, ik kan de instellingen niet opslaan. Ja, dat is een no-go. Als ik geen instellingen kan opslaan, dan kan ik die plugin niet gebruiken. Dus het is een kwestie van een beetje kennis maken. Een beetje kijken op WordPress.org, wat zeggen mensen daarover en krijg ik daar een goed gevoel bij. Een andere voorwaarde, die koppelt eigenlijk terug aan WordPress.org, is tevreden gebruikers. Dat kan je dan bij de reviews op WordPress.org zien. Er zit altijd er zitten altijd mensen tussen die de eerste zijn die een 1-ster review geven, want het werkt niet.
tot frustratie van plugin-ontwikkelaars. Dus eigenlijk een minderheid aan 1 sterren, daar zou ik zelf niet zoveel aandacht aan besteden. Maar goed, dat zeg ik vanuit het perspectief van een plugin-ontwikkelaar. Als ze 90% goede reviews hebben, 4 sterren, 5 sterren, en er zit er een paar tussen met 1 sterren, je kan ze wel lezen, maar meestal zijn dat dan mensen die geen support hebben aangevraagd, of die het niet begrijpen, of hadden gedacht dat de plugin ergens anders voor nodig was. Probeer een beetje te zoeken naar het midden, tussen de 3 en de 4 ster reviews. Dat zijn meestal mensen die wat een genuanceerder antwoord geven. En dan krijg jij weer een gevoel bij van mensen zijn hier echt heel blij mee, of niet. En dat geeft jou weer een klein beetje informatie om te weten van dit is een fijne plugin, of niet. Daarnaast de review zelf, heb je ook Facebookgroepen. Als je je Facebook nog niet verwijderd hebt. Ik zat in het midden later wat ik met de mijne heb gedaan. Er zijn Facebookgroepen, Advanced WordPress, Advanced WooCommerce en nog een heleboel andere. Daar kan je ook gewoon vragen van, ik heb deze plugin gezien, die wil ik gaan gebruiken. Zijn er mensen met ervaringen? Meetups, WordCamps zijn ook plekken waar je kan vragen, heb je ervaring met deze plugin? Wat vind je ervan? En als laatste, vergeet niet je persoonlijke eisen, of eigenlijk de eisen van jouw klant. Het kan zijn dat jouw klant zegt, ik moet integreren met Moneybird. Ik moet een export naar CSV. Dat moet je van tevoren in kaart brengen voor jezelf of voor je klanten. En dat moet je gewoon controleren met die plugin. Bij WooCommerce kan dit bijna allemaal. Het kost misschien wat centjes omdat je een integratie moet bouwen. Het is misschien complex. Misschien is het heel gebruiksvriendelijk. Maar bij die andere plugins, die veel minder gebruikt worden, is het dus niet per definitie zo dat je je data kan exporteren. Als dat een vereiste is, dan moet je dat navragen bij de ontwikkelaar. Dan zijn er 3 soorten plugins. En dit zorgt er eigenlijk voor dat die tienduizenden plugins waar ik het over had, gecategoriseerd kunnen worden in 1, 2, 3. En die 3 soorten plugins kan je gebruiken in bijna alle situaties. Ze worden bewijzen van your winning team. Nu weet ik dat ik zei 3 soorten plugins en er zijn 4 straaljagers. Maar de Blue Angels heet ze volgens mij. Het is een demo team van de Amerikaanse landmacht, marine, luchtmacht, ik weet het niet. Ze vliegen gewoon altijd met z'n 4 en het is een mooie foto. En ik had geen zin om het uit te photoshoppen, want dat zou er niet zo mooi uitzien. Dus 4 straaljagers, maar 3 plugins. 3 plugins. Dit is je winning team. Als jij dus in die categorieën een plugin kiest die jij fijn vindt, dan kan jij die altijd gaan gebruiken. En dan hoef je dus niet weer die tienduizenden plugins door te gaan. Ik geef een paar tips. Als je er zelf in ontdekt en je probeert die uit en je vindt het ook leuk, vind ik het ook best. Maar het idee is dus om snel te blijven, dat je 1 keer leert en probeert en leert. En dan kies je ervoor, ik gebruik altijd Gravity Forms als ik een formulier bouw. Ik gebruik altijd WooCommerce voor een algemene webwinkel. Want als je het dan hebt over de eerste categorie, algemene webwinkels, dan kan ik vrij simpel zijn. Ik zou niets anders gebruiken dan WooCommerce als algemene webwinkel. Het is op dit moment het meest populaire pakket onder MKB-webwinkels. Ze hebben de meeste integraties, enorm veel documentatie, enorm veel plugins, koppelingen, van alles en nog wat. Er zijn hele meetups die zich bezighouden met alleen maar WooCommerce. Voor een algemene webwinkel met traditionele producten, schoenen, kleren, andere zaken, dan zou ik gewoon voor WooCommerce gaan. Lekker simpel. Dat is alweer 1 categorie waar we het niet meer over hoeven te hebben. Dan heb je specifieke webwinkels. Dit zou ook met WooCommerce kunnen, maar er zijn specifiekere plugins die dit doen. Eén voorbeeld is Restrict Content Pro. Als jij toegang wil verkopen tot jouw website of tot bepaalde onderdelen van jouw website, wat tekst en content betreft, of video's of foto's, dan kan dat met Restrict Content Pro. Dat kan ook met WooCommerce, maar niet standaard. Dan heb je WooCommerce nodig, WooCommerce memberships, volgens mij was het $200. En als je dat met een abonnement wil doen, ook WooCommerce subscriptions, ook weer $200. Dus dit jaar weer $600. Wil je een hele goede integratie met een of ander boekhoudpakket, weer een aantal dollars erbij. En dan is het nog steeds een algemene webwinkel met die specifieke functionaliteit. En Restrict Content Pro, die doet alleen maar dat. Dus die heeft in de basis al daar rekening mee gehouden. En je merkt dan dat er een aantal functionaliteiten zijn die gewoon wat nauwer luisteren, die wat beter geïmplementeerd zijn, want dat is het enigste wat Restrict Content Pro wil doen. Dus dit is iets wat je kan overwegen en er is dus Ideal voor beschikbaar, zowel via Stripe als via Molly. De volgende, toevallig zelfde ontwikkelaar, Easy Digital Download. Je kunt ook digitale producten verkopen met WooCommerce. Maar dat zit er niet standaard in. Daar heb je weer uitbreidingen voor nodig. Stel je wil software verkopen met WooCommerce, is ook een digitaal product, maar dan wel met licentie. Je wil dat mensen een licentie hebben en dat ze die kunnen invullen om de updates te krijgen.
kan ook met WooCommerce, maar dan moet je weer iets anders verkopen. En dan merk je toch weer dat WooCommerce een algemene webwinkel is, hetzelfde verhaal als net. En je kunt het uitbreiden, maar als je dan kijkt naar Easy Digital Download, is dat over het algemeen specifiek voor die use case, voor e-books of software of andere digitale producten. En dat merk je in de UI, de user interfaces, hoe het eruit ziet, dat er daar al rekening mee gehouden is. En dat zou best wat tijd en stress kunnen voorkomen, omdat je direct naar je doel gaat en niet iets algemeens moet aanpassen om ervoor te zorgen dat het past binnen wat jij voor elkaar wil krijgen. Een andere tip die ik je kan geven is dat je zoekt naar de Pronamic Pay plugin. Dat is een Nederlandse plugin en zit helemaal in Friesland. En die hebben dus geïntegreerd met verschillende WordPress plugins. Ook plugins die ik hier niet noem of aanstip. En je zou dan kunnen kijken, ik ben ook niet fan van alle plugins waarmee ze hebben geïntegreerd, maar het zijn er wel een aantal. Dus je zou dan kunnen kijken, oh, Pronamic Pay, een Nederlands product, integreert Molly, niet Stripe, Molly, Rabo Omnicassa, ABN AMRO EMS en allerlei andere Nederlandse betaalmethodes en pakketten in gewoon andere WordPress plugins. Waarvoor eigenlijk geen andere integratie is. En als je dat lijstje op hun website bekijkt, dan kan je zo doorklikken naar die plugins en dan zie je, hey, dat zijn ook leuke opties. Ik sta niet in voor de kwaliteit van die derde plugins. Hun plugin is goed, maar die andere plugins, daar weet ik niet zoveel over. Maar dat, als je nog meer inspiratie wil, dan zou je dat kunnen bekijken. Dan heb je als laatste, vind ik, een van de meest krachtige oplossingen, zijn formulieren. En het idee met formulieren is dat je supersnel aan de slag gaat, omdat je geen voorraadbeheer hebt over het algemeen, geen verzendmethodes, geen ingewikkelde andere interfaces en templates die je moet aanpassen. Je klikt, klikt, klikt een formulier bij elkaar. Het is één pagina, dus het is ook lekker simpel op je website. En mensen hebben al afgerekend voordat ze doorhebben wat er is gebeurd. Want ze hoeven niet 10 stappen door te klikken en hun verzendmethodes, betaalmethodes en van alles en nog wat kiezen en doen. Zien een formulier, vullen gegevens in, enter, betalen. Oh, ik heb al betaald. Dat is 3 keer zo snel als de gemiddelde webwinkel. En hoe sneller het is, hoe gebruiksvriendelijker, hoe minder stappen, hoe hoger je conversie. Hoe meer bezoekers omgezet worden in klanten. Dan is eigenlijk de grootste, de bekendste, is Gravity Forms. Er is helaas geen gratis versie, dus dat is, er zit een klein beetje risico aan, aangezien je meteen moet betalen. En hoe meer uitbreidingen je wil, hoe duurder het wordt. MailChimp-integratie, dit integratie, dat integratie. Maar Gravity Forms heeft integraties met Nederlandse betaalmethodes. En daar kan je dus echt multi-page forms maken. Je kan van alles en nog wat. Alles wat je hartje begeert. Maar het is zo'n stuk simpeler in de basis dan een WooCommerce. Dat je heel veel situaties met een formulier zou kunnen oplossen. En dat bespaart wel veel tijd. Dan zelf vergelijkbaars. Je maakt daar ook met shortcodes een simpel formulier en dan kan je mee afrekenen. Dus je kunt met formulieren heel veel van die e-commerce problemen oplossen. Vooral de niet-traditionele situaties. Als je het hebt over een advocaat die een e-book wil verkopen. Of mensen die kaartjes voor een seminar willen verkopen. Dat hoeft niet met een WooCommerce. Dat hoeft ook niet met een Restrict Content Pro, want daar is het niet voor bedoeld. Maar met een Gravity Forms kan je dat perfect doen. En dan heb je een veel minder zware website, minder onderhoudskosten, minder tijd van jou. Werkt wel, werkt perfect. Dan rest er niet zo heel veel meer, behalve begin volgende week, als de werkweek weer begint, gewoon aan de slag. Er is niets anders wat ik je kan vertellen, behalve dat je nu gewoon je handen vies moet gaan maken. Op een demo-website een aantal van deze plugins installeren en een beetje uitproberen. Werkt dit lekkerder dan wat ik gewend ben met WooCommerce? En zo ja, kan ik hier tijd mee gaan besparen? Waarom zou ik het voor mijn volgende project dan niet gebruiken? Dat was het. Als je ooit vragen hebt over betalingen, mag je totaal zonder voorwaarden of zonder risico, whatever, gewoon mailen. En als ik tijd heb, dan reageer ik. En dat kan over van alles en nog wat zijn. Betaling is gewoon iets waar ik graag op reageer als je mij mailt. Ik heb hier ook kaartjes waar mijn e-mailadres op staat. Als er vragen zijn, en ik weet niet of er nog tijd is, dan kunnen jullie die nu stellen.